Een weekend zonder vuurpijl is een weekend niet geleefd. Zo lijkt het toch wel in de Jupiler Pro League. Quel est le sentiment qui prédomine maintenant après ce qui vient de se passer? Even geduld, we komen zo meteen bij u terug, want ook in Anderlecht was er even een vurig sfeertje. Manneke, stop bij de kinders. Stop ermee, je maakt jezelf belachelijk. Kotsbeur. Tussen de vuurpijlen door werd er ook gevoetbald en gewonnen door Genk. Prachtige goal van Rissi Genk. En dan terug naar de Fahy met de vraag hoe hij zich voelde. Je sais pas. Merci. We want to be really disgusting for our opponent today. Disgusting ofwel walgelijk, dat was KVO zeker. Het is te zeggen walgelijk slecht. Verder werden er in Leuven rekeningen vereffend. Bedenk vooral ook een coach die mij al die jaren heeft gesteund. Betaald ook. En de rode draad dit weekend was het doelpuntenfestival op de verschillende velden in Waregem. Het is 5-5. Onvoorstelbaar. En ook in Brugge viel er veel te beleven. En daar vrij en de goal. Ja, een aansluitingstreffer voor Antwerpen. En tot slot nog even passeren in het Gulden Sporenstadion, waar er veel Cristiano Ronaldo-fans zijn. Waar Gent fraaie goals maakte, 4 stuks in totaal. En waar Christophe Dana moeilijke weken beleeft. Vorige week was het nog van f*** you. Deze week van boeken toe.